Het is vandaag maandag en we zijn samen met Blondie. Ik ga haar nu even poetsen en spullen pakken. Dan kunnen we naar de aquatrainer. Nou ja, ik heb al gepoetst, dat komen jullie zo te zien. We hebben nu een heel leuk menu gezien. Ik ga nu even de peeskapjes om doen, halster om en dan ga ik erin laden. Oké, kom mee. En ook mini van die krampjes ondertussen. Kom. Nou, die even open. Blondie, pas op. En de Blondie even een stapje achteruit. Kom. Het is wel leuk meewerken nu, hè? Dan kom je mee. Dan kruip ik hier onderdoor. Ga ik hier onderdoor. Deze erin. Ga ik hier onderdoor. Deze los. Voor Bel. Hier onderdoor. Maak de blom weer even vast. Nou, dat was het dan. Met jou. Het is vandaag dinsdag, toch? Ja, het is vandaag dinsdag. We zitten op de ponies zonder ouders. Zijn we op buitenrit. Dat is ook voor het eerst voor mij. En is het ook voor het eerst voor jou? Ja, ik ga altijd met mijn moeder. Dus. Je bent altijd met mijn moeder. Nou, ik ga ook altijd met mijn moeder. Maar vandaag had mijn moeder zoveel vertrouwen in me om samen met jou te gaan. Dat we nu gezellig samen op buitenrit gaan. We gaan lekker stappen en als het goed gaat ook een stukje draven en galopperen. En als het heel goed gaat kunnen we kijken of de ijsmaker is en een lekker ijsje halen. Want ik heb geld bij me. Aha. Dus dan gaan we nog even kijken of we dat kunnen doen. Maar nu gaan we vooral even genieten van dit mooie uitzicht. We zijn al bijna 2 uur onderweg. 2 uur en 10 minuten. Niet weg zijn, toch? Ik denk dat hij weg is. Nou, ik stap snel op voordat hij weer 100 nieuwe. Ja, hij is er weer. Hij is er weer. Slaan weer buik. Slaan. Oké, let's go. Wat hebben wij net gedaan? Bij de McDonald's een ijsje gehaald. Ja. Zo ik weet niet of het mag, maar we hebben het gedaan. En er is nu geen weg meer terug. En we hebben het ijsje op en hij was hartstikke lekker. Dus mama, als je het ziet, het spijt me niet. het was hartstikke lekker. Nu gaan wij weer terug naar de stal en heb je zo zitles op. Zin in? Heb je zin in? Ja, echt best wel. We hebben een rondje Uithof met een klein stukje maandestein gedaan. Want we wilden eerst kijken of de ijskoopman er was. Nou, die was er niet, dus dat was wel jammer. Toen dachten we, nou, we hebben toch wel eens in een ijsje. Zijn we naar de McDonald's gegaan? Ik heb hier deze stiekje. Oh, nou ja, boeien. Nu gaan we nog meer peeschappen afdoen, spullen opruimen, paarden vandaan de steekploeg. Want die zijn op vakantie Jona nog steeds. Ik ben nog niet op mijn moeder gaan vertellen dat ik met McDonald's ben geweest. Wellicht wordt ze een beetje boos. Maar, het gaat goed komen. Morgen gaan we als het goed is naar het strandje toe. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Ik ga mijn spullen maar opruimen. We zijn inmiddels een tijdje verder. En nu samen met Verona. Kijk op mensen. En samen met Nolan, die is daar ergens. Want die denkt, oeh, Mary. Maar gelukkig is die braaf. Hè, Nolan. Wacht, ik laat ze wel zien. En ik ben een paar vandaag Steven aan het doen. Ik ben er ondertussen even aan het logeren. Ik ga zo naar huis toe. En dan naar de kruidvat. Want ik had van Klei gehoord dat je daar allemaal haarproducten kan halen. En dat ga ik voor Blondie haar staart halen. Niet eens voor mezelf, nee. Want ik wil dat Blondie een mooie staart heeft bij het NK. En maan natuurlijk. Dat het allemaal hop en top is. Dus dat ga ik even doen. Maar nu ga ik even vrouwtje
longeren. Zo, best goed. Jules en Tess gaan met de ponies naar het strand. Wat een mooi dekje. En wat zou dat nou zijn? Nou, inderdaad. En ook wat een mooie rijbroek. De mooie rijbroek. Nou, mooie laarzen. Oh, mooie laarzen. Prachtig, maar ook wat een mooi dekje. Wat een mooie pony. Het is de mooiste pony. Ze heeft nou allemaal bultjes. Oh, ja, ik zie het. Gadver. Ik zie het. Wat goesje. Dus bij de buitenrit gebeurt denk ik, want Bel ging heel achterlijk doen. Die ging net het wel. Maar Bel die houdt er echt niet van. Heeft Bel het ook? Nee, Blondie laat zich gewoon steken. Oh. Die heeft geen zin om daar aandacht op te besteden. Belletje, heb jij ook bultjes op je buik? Of heb jij ze grofschoftelijk gewoon weg? Een paar is er wel. Bellekind toch? En Bel houdt er ook echt niet van. Nee. Nou, lekker zadelen. Dan gaan jullie op het strand en dan ga ik met Rick. Ergens even koffie drinken ofzo. Dan ga ik even controleren. Controleer jij maar. Hij is open. De andere kant. Nee. En de auto moet ook dicht. Ik kan het niet controleren. We zijn op het strand. Ik ben hier samen met Blondie, samen met Sue en samen met Bella. We zijn deze keer niet op buitenrit, maar op het strand. En moeders en Rick, die hebben ons verlaten. Die zijn op een terrasje gaan zitten ergens. En die zijn lekker aan het drinken of iets aan het eten. Geen idee wat ze aan het doen. Oh, wat is dat eng. Oh my god. En ja, wij zijn op het strand. Vind je het leuk tot nu toe? Ja, tot nu toe. Deze 10 minuten. Geweldig. Oh, we gaan hierheen. Oké. Okay. Dus wij gaan hier overheen lopen. Blondie. Ja, als Blondie gaat, dan gaat Bel denk ik ook wel. Nou ja, denk, ze gaan al. Ja, denk ik. Sue en ik hebben lichtelijk een angst, want misschien moeten we zo langs het nudistische stukje. Dus als je zo ons ziet filmen met echt van die gezichten van ik wil dood, dan komt het omdat we daar langs zijn gegaan. Ja. En tot nu toe hebben we nog geen mensen naar ons geschreven, paardenrijden is geen sport. We zijn nog niet raar aangekeken, wel allemaal kindjes die zeggen, oh mijn god, het zijn paardjes. Voor een groot mensen wel. Zijn die paardrijden geen sport? Ja, nee, die zijn je krijgt wat een leuk. Ja, maar dat is allemaal positief. Er zijn nog geen negatieve dingen gezegd, dus daar zijn we blij mee. Oh, er liggen ook allemaal dode kwallen. We hebben hier een klein probleempje. Dreeuw niet opstaan. Oh, nou, niet dat hij ziek is of zo, maar hij ligt gewoon lekker. En Dree? Dree! Kijk, dat is een mooie hengstvlecht, die heb ik gemaakt. Nou, weet je, hij is nu al uitgezakt. Kijk, hij was wel mooi, daar, dat stukje. Mooi, nu niet meer. Het is natuurlijk vrijdag, dus dat betekent ook het eind van de week. Dat was ik even vergeten na al mijn hobbelred acties. Ik heb Tom in de steek gelaten en ben maar naar huis gegaan, want er was geen redder meer aan met hem. Dus we gaan nu naar de sportschool. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij Nieuwe Zondag.